Als je zo een hebt, moet je zuinig wezen. Maar het is niet een echte hoor, het is een schaalmodel. 1 op 24, dat heeft natuurlijk te maken met de lengte van zijn ding of misschien wel het oppervlak. Inhoud heb je ook. En die dingen hebben met elkaar te maken. Er zit een verband tussen. En daar gaan we dit keer over hebben. Over schaalwetten en verbanden. Kijk, dit is duidelijk. Een streep die heeft een bepaalde lengte. En stel je voor 3 centimeter. Nou, daar kunnen we een vierkant van maken. 3 bij 3. Dan is het duidelijk dat het oppervlak is 9 vierkante centimeter. 3 bij 3. De lengtes die worden 2 keer zo groot. Wat gebeurt er dan met het oppervlak? Nou, het oppervlak natuurlijk. 6 keer 6 is 36 vierkante centimeter. En je ziet dus dat het oppervlak niet 2 keer zo groot wordt, maar die wordt 4 keer zo groot. Nou, verband tussen lengte en oppervlak is dus kwadratisch. En dat is wat een schaalwet inhoudt. Ja, dus een schaalwet bij het oppervlak is van, hey, lengte 2 keer zo groot, dan wordt het oppervlak 4 keer zo groot, kwadratisch. Even een voorbeeldje, stel je voor een badkamer, plafond, vierkant dakvenster, 60 bij 60 centimeter. En men wil het kleiner maken om het warmtevlies tegen te gaan. Ja, dus men doet een exemplaar van 30 bij 30 centimeter. Hoeveel procent wordt het warmtevlies dan kleiner? Nou, het is hier weer natuurlijk met oppervlak. Want kijk, het warmtevlies, de warmtestroom, is gelijk aan, nou, er staat hier lambda, is de warmtegeleidingscoëfficiënt. A, het oppervlak, in dit geval van het dakvenster. En D, is de dikte van het dakvenster. Dan weet ik de dikte niet, maar hoeft ook niet, want gevraagd werd het percentage waar het mee zal afnemen. Kortom, vermogen is dus een bepaalde constante maal het oppervlak. Want zowel de warmtegeleidingscoëfficiënt als de dikte van dat dakvenster, die blijft gelijk. En dat betekent dus dat je met de schaalwet kunt concluderen van, hey, de afmeting is kwadratisch verbonden met het oppervlak. En dus, als de afmeting halveert, dan neemt P niet met de helft af, maar met een kwart, een half keer half. Afname warmtevlies wordt dus dan 75%. Niet alleen zo met een dakvenster, maar ook in de levende natuur. Kijk, we hebben hier het grootste en kleinste paar wat op deze aardbol nog leeft. Althans, op het moment dat ik deze presentatie maakte. Je weet maar nooit wat er gebeurt. En het grootste paar die heeft een schofthoogte van 2,10 meter. Ja, schofthoogte is de afstand vanaf de grond tot aan zijn schoft. En dat is ongeveer daar. Ja, 2,10 meter. En het kleinste paar is maar 63,5 centimeter schofthoogte. Dat betekent dus dat er een factor 3,3 in zit. Ja, de lengte van een grote paard is 3,3 keer zo groot als een kleine paard. Nou, oppervlak is dus dan 3,3 in het kwadraat, is 11 keer zo groot. En betekent dus dat hij ook 11 keer zoveel warmte zal verliezen ten opzichte van een kleinste paard. En dat betekent dan ook, je warmte moet hij ergens vandaan halen. En dat doet hij natuurlijk uit zijn voedsel. Oftewel, een grote paard moet ook 11 keer zoveel eten hebben als een kleine paard. Ja, dus het is niet zo van, oh, 3 keer zo groot, dus ook 3 keer zoveel eten. Nee, het kwadraat, en dat is hier dus 11 keer zoveel. Terug naar de warmtestroom. Die formule kon je dus eventjes inkorten tot vermogen is een constante maal het oppervlak. Oftewel, als het oppervlak 2 keer zo groot wordt, wordt de warmtestroom ook 2 keer zo groot. Oftewel, dit is een recht evenredig verband. Nou, dat hebben we heel vaak gedaan. Denk aan de wet van Ohm of zoiets, zit ook recht evenredig verband in. Veerconstante, et cetera, et cetera. De gravitatie-energie, als je die bekijkt, ja, die kun je dus herschrijven als deze. Gravitatie-energie die hangt af van de afstand R, maar dat is dus gedeeld door R. En we noemen dit een omgekeerd evenredig verband. Als R 2 keer zo groot wordt, wordt de gravitatie-energie 2 keer zo klein. Ja, het is net het omgekeerde. En voor de gravitatiekracht, dat was deze, kun je dus eventjes herschrijven als constante gedeeld door R kwadraat. En dit is dus ook een omgekeerd evenredig verband, maar dan met R in het kwadraat. En dit staat beter bekend als, ik hoop dat je dat in ieder geval wel bekend voorkomt, het kwadratenwet. R 2 keer zo groot,
dan wordt dus gravitatiekracht 4 keer zo klein. Goed, rechten in brede verband. De grafiek daarvan is een rechte lijn door de oorsprong. Ja, alleen dan is het een rechte evenredige verband. Een rechte lijn niet door de oorsprong is geen rechte evenredige verband. Het omgekeerd evenredige verband ziet er zo uit. Ja, zo'n mooie dalende curve. Ja, hij gaat naar nul toe, maar zal nooit nul raken. En het omgekeerd evenredige verband met r kwadraat, oftewel de kwadratenwet, die ziet er zo uit. En dan zie je dat als je die twee naast elkaar doet, hè, het omgekeerd evenredige verband en de kwadratenwet, die lijken behoorlijk wel op elkaar. En dan is natuurlijk de vraag van, goh, hoe kun je nou zien dat het de ene omgekeerd evenredig en de andere een kwadratenwet is? Ja, hoe kun je dat zien? Wel, let op. Ja, de gravitatie is een constante maal 1 gedeeld door r. En dat betekent dus dat de gravitatie-energie recht evenredig is, niet met r, maar wel met 1 gedeeld door r. En daar maak ik gebruik van. Hetzelfde met de gravitatiekracht, ja, die is misschien omgekeerd evenredig met r kwadraat, maar het is recht evenredig met 1 gedeeld door r kwadraat. Het is een beetje omhoog, ik heb een beetje ruimte nodig. Wat ga ik doen? Ik ga eventjes een tabelletje maken van R en E. Hoe kom ik aan deze waarden? He, die 1 en de 9,9, die haal ik uit de grafiek. Ja, dus hier R is 1, dan lees ik 9,9 af. Heb ik 2, lees ik 5,5 af, of 5 is hij. Ja, et cetera, et cetera. Natuurlijk lees ik het af uit de grote grafiek. Zulke goede ogen heb ik nou ook weer niet. Maar je kunt dus hier een mooie tabel maken. En hetzelfde doe ik natuurlijk met de gravitatiekracht. Ook dat haal ik uit de grafiek. Wat ga ik nou doen? Ik ga er een extra kolom bij maken. En daar zet ik in 1 gedeeld door r. Dus je ziet dus inderdaad, eerst 1, dan een half, daarna een derde, et cetera, et cetera. Dat kun je mooi door Excel laten doen natuurlijk. Hetzelfde met de gravitatiekracht, maar dan niet 1 gedeeld door r, maar 1 gedeeld door r in het kwadraat. Want gravitatiekracht zou recht evenredig moeten zijn met 1 gedeeld door r kwadraat. En dan maak ik een grafiek. Eerst eventjes met de gravitatie-energie. Ja, kijk, en in de grafiek, daar zet ik dan op de horizontale as, eerst in de verticale as de energie, en op de horizontale as 1 gedeeld door r. Dus niet r, maar 1 gedeeld door r. Je ziet al wat er gebeurt. Hè? En hetzelfde met de gravitatiekracht, ook hier, zet ik F uit tegen, en hier wordt het 1 gedeeld door R in het kwadraat. En dan zie je dus dat in beide gevallen ik een rechte lijn erdoor kan trekken door de oorsprong. En een rechte lijn door de oorsprong betekent dat er een recht evenredig verband zit tussen de verticale grootheid en de horizontale grootheid. Oftewel, ik heb hiermee aangetoond dat het inderdaad een recht evenredig verband is, oftewel gravitatie, energie, 1 gedeeld door r, en gravitatiekracht, 1 gedeeld door r kwadraat. Dus uit de grafiek kun je dan met een zogenaamde coördinatentransformatie het verband halen. En met de rechte lijn is het ook ontzettend handig. Dan kun je namelijk de constante halen, want de constante is dan gelijk aan de helling van de beide lijnen. Ik doe nog even een klein voorbeeldje uit trilling golven. Wat je hier ziet is natuurlijk, je herkent het, de trillingstijd van een massa 4 systeem. T is 2π maal de wortel van m gedeeld c. En dan zie je dus dat de trillingstijd recht evenredig is met de wortel van m gedeeld c. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, oké, maar wat is nou het verband tussen de massa en de veerconstante? Om dit te kunnen bekijken, moet je dus eigenlijk het herschrijven naar een gedaante van m is, en dan aan de rechterkant iets natuurlijk met de veerconstante. Laten we dat eventjes doen. Dat betekent dus dat je eerst de wortel kwijt moet zien te raken. Nou, dat doe je door links en rechts te kwadrateren. Let ook goed op dat 2π natuurlijk ook in het kwadraat moet, dus dat wordt 4π kwadraat. En als je dit dan m alleen doet, dan krijg je dus dat m is t kwadraat gedeeld door 4π kwadraat maal de veerconstante. Die t kwadraat, 4π kwadraat,
die moet je hier wel constant houden. Want je vraagt je af, wat is het verband tussen M en C? Betekent dus dat je de rest niet mag veranderen. Oftewel, trillingstijd, die moet je dan wel constant houden. Oftewel, dit is dus eigenlijk dat de massa is een iets wat niet verandert, een constante maal de veerconstante. En dus, massa en veerconstante zijn recht evenredig met elkaar. In de praktijk zou dat dus betekenen van, als je nou in een systeem een andere veer zet, dus een andere veerconstante met bijvoorbeeld een 2 keer zo grote veerconstante, maar je wilt wel het trillingstijd constant houden, dan moet je dus voor zorgen dat je ook de massa 2 keer zo groot moet hebben. En niet 4 keer zo groot of de wortel van 2 keer zo groot, zijn recht evenredig. We blijven nog eventjes bij dezelfde formule, want je kunt natuurlijk afvragen van ja, maar zou deze formule wel kloppen? En dan kun je in ieder geval het een beetje testen door te kijken naar de eenheden. Ja, ik bedoel daarmee dat de eenheid van hoofdletter T, de trillingstijd, dat is secondes. En dan moet aan de rechterkant de eenheid ook secondes wezen, want anders zou dat niet kloppen. Nou, deze methode, dat is de eenhedenbeschouwing, of ook wel eens dimensieanalyse genoemd. Ja, laten we dat eerst doen. Om deze formule dus eventjes goed te bekijken qua eenheden, moet je formule eigenlijk zo schrijven dat alles op één en dezelfde regel gaat komen. En ook je wortel moet je eigenlijk kwijt zien te raken. Ja, dus deze herschrijf ik even. De wortel, ik hoop dat je dat uit wiskunde weet. De wortel van iets is hetzelfde iets tot de macht een half. Dus dit kan ik schrijven als t is 2pi maal naar de wortel van m, wat dus m tot de macht een half. En je ziet dus, je deelt eigenlijk door de wortel van c. Dus het wordt c en dan niet tot de macht een half, want je deelt het door. Dus c tot de macht min een half. Nu ga ik de eenheden. Dus de eenheid van t moet de eenheid wezen van nou alles wat erachter komt. Dus, en die rechte haken, dat is eigenlijk een notatie. Rechte haken betekent eigenlijk hetzelfde als eenheid van. Hè, maar je hoeft het niet iedere keer op te schrijven. Dus dat is eventjes een makkelijk iets. Nou, let op, de eenheid van 2pi, ja, 2pi, dat is gewoon een getal. Daar is geen eenheid bij, dus die kan je in feite gewoon weglaten. De eenheid van m, massa, weet je natuurlijk ook, kilogram. En van een veerconstante, weet je nog, veerconstante, kracht gedeeld door uitrekking, betekent dus dat de veerconstante is newton per meter. En ook dat schrijf ik eventjes op één lijn. Dan krijg je dus newton maal meter tot de macht min 1. Dat vul ik in. Ja, dan krijg je dus die m, dat wordt dus kilogram, maar wel tot de macht een half natuurlijk. En die veerconstante, dat is dus newton tot de macht min een half maal meter. En dat wordt tot de macht een half, omdat je dus alles moet je tot de macht min een half doen. Hè, dat staat dus, eventjes de muis erbij, kijk, tot de macht min een half. Maar die meter, er staat al een min 1. Dus je krijgt min 1 maal min een half, dan krijg je dus meter tot de macht een half. Hier staat nog niet dat de eenheid van t secondes is. Maar je moet goed kijken naar, dit zijn niet de standaard eenheden. Kilogram wel, meter ook wel, maar een newton is niet een standaard eenheid. Newton is eigenlijk deze. Newton, de standaard is de basiseenheid. Newton is kilogram maal meter maal seconde tot de macht min 2. Dit kun je weten eventueel met de tweede wet van Newton. F is m keer a. Maar je kunt ook gewoon minus pakken. Ja, pak hem maar eventjes. Goed zo. Ja, en dan kijk je naar tabel 4. Je zoekt daar kracht op. Ze staan op alfabetische volgorde. En dan zie je dus dat daarachter de eenheid staat. En inderdaad, de eenheid is Newton. Het is een S-eenheid. Maar Newton, uitgedrukt in basiseenheden, is kilogram maal meter, maal seconde tot de macht min 2. Dus dat erin vullen. En dan krijg je dus dat die newton, die vul ik in. En dat wordt deze. Let op, newton tot de macht min een half. Dus je moet alles ook tot de macht min een half doen. Ik heb eventjes de secondes zo laten staan. Maar die secondes, die kun je op deze manier schrijven. Want het is seconde tot de macht min 2 tot de macht min een half. Als die met elkaar vermenigvuldigt, komt er precies secondes uit. En dan zie je ook meteen dat de kilogram tot de macht een half, die kun je wegstrepen tegen de kilogram tot de macht min een half. En hetzelfde met de meters, die vallen ook weg. Oftewel, ik hou over
dat de trillingstijd gelijk is aan de seconde. Althans, de eenheid van trillingstijd is secondes, oftewel het klopt als een bus. Ja, let op, dit wil niet zeggen dat je bewezen hebt dat de formule ook echt klopt. De formule, je kunt in ieder geval bewijzen dat vanwege de eenheden hij zou kunnen kloppen. Maar je had natuurlijk ook net zo goed als formule kunnen doen, t is 6 pi kwadraat maal de wortel van m gedeeld c. Ja, want ja, als je dat met eenheden zou doen, zou het ook kloppen. Dus let op, je mag nooit een bewijs doen met eenheden om te bewijzen dat iets klopt. Je kunt wel eenheden doen om te kijken van nou klopt die niet. Dat is heel waar ingewikkeld. Nou, kijk, als hij zelfs verband ziet, dan klutert het jou ook wel. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.